Welkom bij deze derde kennisclip over RAAF. In de eerste kennisclip is aandacht besteed aan het werkingsprincipe van RAAF. In de tweede kennisclip is ingegaan op de mogelijkheden en beperkingen van RAAF. In deze kennisclip worden de gevolgen van deze mogelijkheden en beperkingen voor het gebruik van de radar bij het houden van een goede uitkijk behandeld. In de kennisclip over mogelijkheden en beperkingen van de radar is genoemd dat de radar in staat is objecten, waaronder schepen, in de omgeving van het schip te detecteren. Dit betekent dat de radar zeer goed gebruikt kan worden voor het houden van een goede uitkijk. Omdat bijvoorbeeld ook land en boeien worden gedetecteerd, kan de radar ook gebruikt worden voor de plaatsbepaling en voor trekcontrole. In deze kennisclip wordt aandacht besteed aan aspecten die betrekking hebben op het houden van een goede uitkijk. In een andere kennisclip wordt aandacht besteed aan de plaatsbepaling en de trekcontrole met behulp van radar. Zoals gezegd, de radar is in staat objecten, waaronder schepen, in de omgeving van het schip te detecteren. Dit betekent dat de radar dan ook bij elk soort zicht gebruikt kan worden voor het houden van een goede uitkijk, zoals beschreven staat in voorschrift 5 van de verkeersregels van PREE. Het is één van de beschikbare middelen die in dit voorschrift genoemd wordt. Bij het gebruik van radar, en dit geldt ook bij het gebruik van andere middelen, moet het uitkijken een voortdurende wisselwerking zijn tussen de visuele uitkijk en het gebruik van de radar. Zodra je met het oog een schip of een ander object waarneemt, moet gecontroleerd worden waar dit object zich op de radar bevindt. Ziet men op de radar een echo van een object, dan moet je proberen dit object ook visueel te detecteren. Door de middelen te combineren, worden de beperkingen van het ene middel zoveel mogelijk opgevangen door de mogelijkheden van het andere middel, waardoor een zo goed mogelijk totaalbeeld van de omgeving verkregen wordt. Er bestaat namelijk nog geen sensor waarmee een geheel compleet beeld van de omgeving wordt verkregen. Daarnaast komen dan overigens ook nog eens de beperkingen van de mens zelf op het gebied van continu observeren. Door de vergroting van de objecten op het scherm is er een minimaal onderscheidingsvermogen in peiling en afstand. Twee objecten kunnen dus als één object getoond worden op het display. Visueel worden de objecten dan vaak wel gescheiden van elkaar waargenomen. Door het bereik van de radar te verkleinen, kan het zijn dat het onderscheidingsvermogen verbeterd wordt. Een X-bandradar heeft in het algemeen ook een beter onderscheidingsvermogen dan een S-bandradar. Een radar heeft een minimaal en een maximaal bereik. Het kan dus zijn dat niet alle schepen dicht in de buurt van het schip gedetecteerd worden. Daarnaast is er ook een maximum aan de detectieafstand. Deze is overigens niet voor alle objecten even groot, omdat deze afstand ook afhankelijk is van de eigenschappen van het object. Daarnaast is deze afstand ook nog afhankelijk van het afregelen van het radarbeeld door de Herve de Watch. Het is overigens wel zo dat objecten met de radar in het algemeen op een grotere afstand worden gedetecteerd dan visueel. Dit geldt zeker in situaties van beperkt zicht. Een radar heeft last van blinde sectoren die veroorzaakt kunnen worden door obstakels aan boord of door objecten in de omgeving van het schip. Ook nu geldt dus weer dat de radar mogelijk niet alle objecten detecteert. De Head of the Watch moet bekend zijn met de ligging van de blinde sectoren die veroorzaakt worden door het schip zelf. Ook visueel zijn er blinde sectoren. Ook zeegolven en neerslag worden zichtbaar op het schip. Als het radarbeeld niet goed afgeregeld wordt, kan het zijn dat deze sluier gewenste echo's onzichtbaar maakt op het radarscherm. Kleine, slecht reflecterende schepen worden bij de aanwezigheid van veel sluier wellicht eerder visueel gedetecteerd dan met behulp van radar. Door verschillende oorzaken kunnen valse echo's ontstaan op het scherm. Hierdoor kan de indruk ontstaan dat er zich in de positie van de valse echo een object bevindt. De radar geeft geen informatie over het type schip, terwijl dit visueel wel vastgesteld kan worden met behulp van de navigatieverlichting of de dagmerken. Met radar kunnen in het algemeen ook geen noodsituaties worden weergenomen. Voorbeelden hiervan zijn drenkelingen, rook, vuur en pyrotechnische middelen. Een combinatie blijft dus noodzakelijk. Voor een optimale detectie met behulp van de radar is het noodzakelijk dat het radarbeeld optimaal wordt afgeregeld. Dit betekent dat de echo's van gewenste objecten zichtbaar worden gemaakt en dat de echo's van ongewenste echo's onderdrukt worden. Oftewel, de mogelijkheden moeten zo goed mogelijk benut worden en de invloed van de beperkingen moet zo klein mogelijk gemaakt worden. Verandering van de omstandigheden, zoals een toename van de wind of het verschijnen van een regenbui, maken het noodzakelijk om het radarbeeld regelmatig opnieuw af te regelen.
Welke procedure aangehouden dient te worden voor het optimaal afregelen van het radarbeeld kan het beste opgezocht worden in de manual aan boord. Dit kan namelijk verschillen per radarinstallatie. In het vervolg van deze kennisclip worden hierover een aantal algemene zaken behandeld. Voordat het radarbeeld zelf wordt afgeregeld, moet een aantal voorbereidende handelingen uitgevoerd worden. Voordat er een radar bijgezet wordt, moet eerst gecontroleerd worden of de antenne vrij kan draaien. Hangen er bijvoorbeeld geen vlaggenlijnen in de weg of is er misschien nog iemand aan het werk in de radarmast? Daarna wordt de radar op standby gezet en als de radar opgewarmd is, op on. Sommige radars kunnen ook gelijk aangezet worden. Daarna kunnen de radarbeeldpresentatie en het gewenste bereik voor het afregelen van het beeld gekozen worden. In het algemeen zal dit op 6 of 12 mijls bereik zijn. Een moderne radar is voorzien van dag- of nachtkleuren en de juiste kleurenset voor de heersende lichtomstandigheden op de brug moet geselecteerd worden. Dit natuurlijk in verband met het nachtzicht van Earth the Watch wat behandeld is in de kennisclip over het oog. Daarna worden vaak de brilliance en het contrast van het beeld ingesteld. De brilliance of helderheidsinstelling is weer afhankelijk van de lichtomstandigheden op de brug. Bij behulp van de contrastinstelling kan een duidelijke verschil tussen de achtergrond en de grafische symbolen op het scherm verkregen worden. Contrast en helderheid zijn gedeeltelijk afhankelijk van de persoonlijke voorkeur. Een radar is gekoppeld met een aantal externe sensoren, zoals een satellietplaatsbepalingsontvanger, een kompas, een log en AIS. Gecontroleerd moet worden of de op het radarbeeld getoonde informatie overeenkomt met de informatie op het display van de sensor zelf. Het afregelen van het radarbeeld zelf begint met het instellen van de zogenaamde gain of versterking. Door middel van deze knop wordt het versterkingsniveau van de analoge echo's geregeld. Bij te weinig gain worden alleen de sterkste echo's getoond. Bij te veel gain worden te veel echo's en ook veel ruis weergegeven. Bij een juiste instelling van de gain worden alle gewenste contacten getoond en is vaak nog enige achtergrondruis zichtbaar. Op het radarbeeld zal altijd enige achtergrondruis zichtbaar zijn. Bij behulp van deze ruis wordt de juiste instelling van de gain gekozen. Staat de gain op 0, dan vindt geen versterking van echo's en ruis plaats en zal er niets te zien zijn. Staat de gain te hoog, dan is er veel ruis zichtbaar op het scherm. Bij een juiste gain-instelling is nog enige ruis zichtbaar op het radarscherm en zullen ook al enige objecten zichtbaar zijn. In de volgende stap wordt de ontvanger afgestemd op de juiste frequentie van de zender. Dit gebeurt met de tune-knop. Dit afstemmen kan met de hand of automatisch gebeuren. Manual tune kan gedaan worden met behulp van een zwakke echo afkomstig van land of als dat niet in de buurt is van een boei of een schip. Als de correcte instelling van de tune-knop genaderd wordt, zal de echo steeds helderder worden totdat er een maximum bereikt wordt. Als er geen objecten in de buurt zijn, dan kan de tune-knop ook ingesteld worden met behulp van de echo's van zeegolven. Gestreefd moet dan worden naar een zo groot mogelijke afstand waarop deze nog zichtbaar zal zijn op het scherm. Indien aanwezig kan ook gebruik gemaakt worden van de indicator voor het optimaal afstemmen van de ontvanger. Na de voorbereidende handelingen en de instelling van de gain en de tune is de radar klaar voor het gebruik en kan gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden van de radar. Bij de beperkingen van de radar is behandeld dat de radar ook ongewenste echo's toont. Het gevaar hiervan is dat de ongewenste echo's de detectie van gewenste echo moeilijk of zelfs onmogelijk maakt. Ongewenste echo's waar je op zee altijd last van zult hebben zijn de echo's van zeegolven of zeesluier. In de kennisclip over de mogelijkheden en beperkingen van de radar is behandeld waar de mate van zeesluier van afhankelijk is. Met behulp van de zeesluieronderdrukking, anti-seaclutter of sensitivity time control wordt de mate van de onderdrukking van zeegolven ingesteld. Bij een juiste instelling verdwijnen de zeegolven grotendeels en blijven de objecten zichtbaar. Dit kan wel lastig zijn, omdat een radar in principe geen onderscheid kan maken tussen zeesluier en de gewenste echo's. Wordt zeesluier onderdrukt, dan worden ook vaak echo's van contacten onderdrukt.
Zeesluieronderdrukking werkt maar tot een bepaalde afstand van het eigen schip, bijvoorbeeld 6 notenkomma. Een procedure die wel gebruikt wordt, is om eerst de zeesluieronderdrukking heel hoog te zetten, waardoor alle zeesluier onderdrukt wordt, en daarna de mate van onderdrukking langzaam te verminderen. De vaak wat sterkere echo's van contacten worden dan als eerste zichtbaar. De kunst is dan natuurlijk om op het juiste moment te stoppen met het verminderen van de onderdrukking. Meestal is het zo dat bij een juiste instelling nog enige zeesluier zichtbaar is. In de rechtervergeur is er geen zeesluier toegepast. In de linkervergeur is deze optimaal ingesteld. Aan de hand van bijvoorbeeld boeien kan bepaald worden of de onderdrukking goed ingesteld is. Is deze boei zichtbaar op de radar te midden van enige zeesluier, dan is de instelling goed. Is de boei niet te onderscheiden van de zeesluier, dan is de instelling waarschijnlijk te laag. Is nog de zeesluier, nog de boei zichtbaar, dan staat de onderdrukking waarschijnlijk te hoog. Regelmatig moet gecontroleerd worden of de instelling nog goed is. Indien aan boord een X- en S-bandradar zijn, dan kan, uit het oogpunt van zeesluieronderdrukking, beter gebruik gemaakt worden van de S-bandradar. Ook neerslag zorgt voor ongewenste echo's. Met behulp van regensluieronderdrukking, anti-rain clutter of fast-time control kunnen de echo's van neerslag onderdrukt worden. De kunst is om de echo van de neerslag te onderdrukken, zodanig dat de echo van een object dat zich in de bui bevindt nog wel zichtbaar is. De echo's van alle objecten op het hele scherm worden wat dunner bij het gebruik van deze knop. In principe wordt alleen de voorkant van de echo's getoond. Van een regenbui wordt dan ook alleen de voorkant van de bui weergegeven en niet het gehele gebied van de bui. Een schip dat zich in de bui bevindt, zou dan gedetecteerd moeten kunnen worden. Een andere mogelijkheid voor het onderdrukken van zeesluier is de vermindering van de gain-instelling. Dit kan ervoor zorgen dat de neerslag grotendeels verdwijnt en dat de gewenste echo's zichtbaar blijven. Ook hier geldt weer dat de S-bandradar minder last heeft van rain clutter dan de X-bandradar. In het kennisclip over het werkingsprincipe is behandeld dat bij een modern radardisplay of rasterscan display de analoge informatie van een gehele antenneomwenteling digitaal opgeslagen wordt. Vanwege de echo paint zal de echo van een object meerdere cellen van het raster beslaan. Ruis en radarinterferentie van andere schepen beslaat slechts een enkele cel. Met behulp van de bedieningsknop Interference Rejection kan de ruis en de radarinterferentie weggefilterd worden. Alle objecten die maar één cel beslaan worden bijvoorbeeld dan niet getoond op het scherm. Soms zijn de objecten op het scherm wat klein. Door de functie Echo Enhance of Echo Stretch te activeren kunnen de objecten vergroot weergegeven worden op het scherm. De processor plakt dan achter het ontvangen blok 1, bijvoorbeeld eenzelfde blok extra 1. Het object wordt dan tweemaal zo groot weergegeven op het display. Ook automatische zeesluieronderdrukking is mogelijk. De informatie van een complete antenneomwenteling wordt bijvoorbeeld opgeslagen in de radar met naam scan 1. De informatie van de volgende antenneomwenteling wordt opgeslagen in scan 2 en van de daaropvolgende antenneomwenteling in scan 3. Het kenmerken van de echo's van zeegolven is dat ze vaak niet steeds in dezelfde positie in het raster terechtkomen. Ze springen een beetje willekeurig rond in het raster. De echo's van de meeste gewenste echo's komen wel steeds in nagenoeg dezelfde positie terecht in het raster. Door nu de inhoud van bijvoorbeeld de 3 opeenvolgende scans te vergelijken, kan de zeesluier onderdrukt worden. Zit in nagenoeg dezelfde cellen van de 3 rasters een 1, dan bevindt zich daar waarschijnlijk een object. Komt een groepje 1'en slechts in één scan voor en in de twee andere scans niet, dan is dit waarschijnlijk zeesluier en de inhoud van cellen wordt dan weer 0 gemaakt. Automatische zeesluieronderdrukking wordt ook wel scan-to-scan correlation genoemd. Of deze functie goed werkt, moet gecontroleerd worden. Een scherm zonder zeesluier lijkt mooi, maar in het algemeen betekent dit dat zwakke echo's van objecten ook onderdrukt worden. Controle blijft dus noodzakelijk en indien nodig dient overgegaan te worden op de handmatige onderdrukking. Door de informatie van objecten in opeenvolgende scans op te slaan, kan achter de echo van een object een zogenaamde target trail weergegeven worden op het scherm.
De laatste scan bevat de actuele positie van het object en de daarvoor afgaande scans bevatten de vorige posities van het object. De lengte van de trail, uitgedrukt in tijd, kan ingesteld worden door de operator. Ook kan er gekozen worden voor relative of true trails. Relative trails geven de relatieve beweging van het object weer, true trails de ware beweging van het object. Van ieder object op het scherm worden trails getoond. Objecten hoeven hiervoor dus niet geselecteerd te worden. Met behulp van de trails kan snel een grof overzicht gekregen worden van de verkeerssituatie. De trails hebben overigens meer betrekking op het onderdeel oriënteren van de ODA-loop dan op observeren. Bij het gebruik van relative trails krijgt het land overigens ook een target trail. In voorschrift 6 van de verkeersregels op zee wordt een aantal factoren genoemd waarmee rekening moet worden gehouden bij het vaststellen van de veilige vaart. Een aantal van deze factoren hebben betrekking op de radar. Te lezen is dat ook hierbij rekening moet worden gehouden met de kenmerken, doeltreffendheid en beperkingen van radar, met de aanwezigheid van regen- of zeesluier en met de maximale detectieafstand. Een factor waar de Heavy-Watch direct invloed op uit kan oefenen is het bereik. Het is overigens aan te raden om de radar regelmatig op een wat groter bereik dan het optimale bereik in te stellen en op dit bereik dan alvast schepen te detecteren. Wordt bijvoorbeeld in een bepaald zeegebied gekozen voor een 6 mijls bereik, dan moet regelmatig op het 12 mijls bereik gekeken worden of er zich al nieuwe schepen voordoen. En hiermee eindigt deze derde kennisclip over radar. In deze kennisclip zijn de gevolgen van de mogelijkheden en beperkingen van radar voor het gebruik van de radar bij het houden van een goede uitkijk behandeld.